We zitten hier met Jeroen op het festivalterrein van Hippies. Jeroen, hartelijk welkom. Fijn dat we hier mogen zinnen. Vertel de kiekers eens, wat is hier allemaal te gebeuren? Weekend at Hippies is begonnen als een retro pop-up camping. Het is gans mondvol, een retro, hè, dus 30 jaar en ouder. Dus dat betekent tot in de jaren 80, met alle staveur ook. Alle mogelijke kampeermiddelen. We hebben tegenwoordig steeds meer lui die hebben leaseauto's. Die vingen oldtimers wel heel leuk, maar hebben geen plaats ervoor. Dan komt er wel heel dik in een oldtimer caravan. En daar hebben we een evenement voor georganiseerd, dat ze dus toch met de caravan ook bijeen kunnen komen. En zo staan hier dik 100 caravans, campers en tenten en van allemaal 30 jaar en ouder. En ja, het sfeertje is daardoor heel erg leuk en heel gezellig. Dat is natuurlijk ook wel het beheer van de lokale lui, ja, want het zijn 130 toeristen of 130 kampeermiddelen, maar dat zijn dus allemaal toeristen, dus 340 tot 400 van lokale lui tot de komende route Denemarken en Frankrijk zijn ze hier gekomen. Dus dat is al super, maar dat is natuurlijk ook het van de lui van Steen en de omstreken doen. Dus toen hebben we gedacht van nou ja, we willen er dan echt een soort festivalsfeer aan geven, een evenement van maken. Dus we hebben een retro en vintage merit met allemaal meritkruimtjes. Ja, daar kun je mogen het woord meritkrom vandaan. Ja, 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 ja. Het is zeker geen krom wat ze hier verkopen. Het zijn echt leuke speeltjes, maar wel heel veel uit die jaren. Of geïnspireerd op die jaren. En we hebben foodtrucks natuurlijk ook om de lui van een hapje en een drankje te verzinnen. Dus we hebben hele leuke foodtrucks. Daar hebben we ook heel erg op geselecteerd. Dat het oude foodtrucks zijn. Dus okay. Het zijn oude brandweerwagen uit de jaren 50. Tot aan caravans wat omgeboet zijn. Ja, en nu op dit moment is ook begint het oldtimer treffen. Dus er komen er allemaal oldtimers nog bij. Ja, die oldtimers, die hebben ze een geweldig schoon oranje t-shirt aan. Actie voor Kika, want dat doet je ook nog. Hè? Wat voor een actie zit er aan vast, dat de lui van Steen dat weten? Nou, we hebben het zwak gedacht, we willen dit aan een goed doel verbinden. En toen hebben we zwak gedacht, we gewoon de helft van het evenement, wat het evenement opbrengt, geeft naar een putje voor volgend jaar. En die andere helft gewoon voor ieder jaar aan een goed doel schenken. En dit jaar wordt het Kika. De Stichting tegen Kinderkanker hebben het heel erg moeilijk, want alle fondsen die geworven werden voor kankeronderzoek, gewoon in één grote pot en weer verdeeld over 48 verschillende onderzoeksstichtingen. En daarvan is Kika maar één, dus die kreeg maar 2% van de ganse pot. Maar kinderkanker is een heel andere vorm van kanker als volwassenenkanker. Dus een kinderoncoloog kent niks voor de volwassenen betekenen en andersom. What can I say? She's a walking away from what we've seen. What can I do? Still loving you. It's all a dream. How can we hang on to a dream? How can it really be the way it seems? En dan staan we hier bij retro en zo. De ouderwetse stoffen, echte Trivira 2000, waar ze vroeger, waar ze Nederlands om te zuimen, de eerste
synthetische stoffen die er worden, verblijkeneerd, door niks. Geweldig. En hier zit een mevrouw te naaien. En daar gaan we even een kort interviewtje mee doen. Goedemiddag. Ja, hallo. Met wie heb ik de eer? Ik ben Alice Lollinga van Retro en zo. God, hoe kom je hier terecht, Alice? Ja, wij wilden een nieuw bedrijfje beginnen en zochten we op leuke dingen die we konden gaan doen. En toen vond ik deze stoffen, die Trevira stoffen. En ik dacht, dan ga ik rokjes van maken. En dit leek me een uitgelezen plek om het te verkopen. From what we've seen, what can I do, still loving you, it's all a dream. Can we hang on to a dream? How can it really be the way it seems? How can we hang on to a dream? We staan hier aan een ouderwetse slokkroom. Gelukszakske, het versjes in beeld gehad. Met wij heb ik die jaar. Sandy Ringsbunnen, goed Elsen. Goed Else, Cindy, wat leuk, wat verkoop ze allemaal? Ja, dat is allemaal een ouderwetse slok goed en een beetje van de tupperware van vroeger. Ja. Ja, dat is heel lang dat jullie dachten dat dat niet meer bestond, maar het besteedt echt nog. Dus, het besteedt echt nog? Retro. Ja, een beetje retro. Ja, ja. Welke soorten slok heb ze? Dat zijn van die, ja, veer noemen dat altijd remelen, dat zijn van die pupjes, van die salmiakpupjes. Colaflaasjes natuurlijk, drop. Rolletjes en van die hele oude horloges met van die snoepjes wat ze zo eraf kunt bieten. Oh ja, waar ze vroeger ook de kettingen van had. Ja, ja, maar ik denk dat ze nu jongens en meisjes, dus het is toch maar horloges. Ja, 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 ja. En ik zie die haartjes en smileys. En dit is de manna van vroeger. Dat is natuurlijk die gepofte rijskorreltjes. Ook echt van vroeger. En die dropstaafjes. Ja. Dat is allemaal eigenlijk het oude snoepgoed. Wie wordt het ontvangen? Goed, ja, ja, de kinderen komen ook gerne in de kroom en ook de ouderen, ja. Stiekem. Wie is het om hier, zoals een eerste jaar, op dat hippies, wie bevult dat? Nou, ik vind het heerlijk. Ik houd van dat retro-stijl. Ik ben helemaal verliefd op. Dus ja, voor mij is het echt de uitgelezen kans om hier te komen stonen. Ja, ja, ja. Of your loneliness like a heartbeat drives you mad. In the stillness of remembering what you had. And what you lost, what you had, and what you lost. Thunder only happens when it's raining. Layers only love you when they're playing. Say women, they won't come and they won't go. Zij ze al net, het oldtimer treffen. In elk geval, het is geen wedstrijd, het is een tour hè, wat dadelijk gaat doen. Dat is een tour toch? Dat doen we eigenlijk vanuit mijn zaak, hè, mijn oldtimer zaak. Dat doen we voor de tour toch? En we zijn begonnen, we staan hier aan het uiteinde van de Hippie Center met de eerste autodevertruck en de Volkswagen Kever. Ja, ik denk 72, 73. Rustig afwachten op de volgende. De kumpie al gelijk aan. Ik zie dat het een Alfa Romeo SZ is. Het is ook een redelijk jonge auto. Je 90 jaar auto. Nou, we kregen de volgende. Dat is een Ford Anglia uit 1962. Om precies te zijn, een Ford Anglia 105E.
Erachteraan kun je liggen een Opel Manta. Een Opel Manta A Cabrio. Zeer zeldzaam. Waarschijnlijk, ik weet het niet zeker, 72, 71. Nee. Ja, en een kleine Fiat. Okay. Nou, we zijn hier een blauwe Fiat 600 komen. Uit een 72. En erachteraan rijden een Volvo 122, oftewel een Volvo Amazon. Dan kreeg er een Volkswagen Golf 2. Opel Kadett B Coupé. De auto is vanuit een 73 en dit meneer ook een schwaadje op de deur plek. En de Volkswagen Kever met een beschermlaag op de voorkant tegen de steenslag. Dan komt Jacques Barvoets, onze steendenaar, met een Trabant. Gewoon rijden, maar vanavond is ook nog een rit. Ja, vanavond is nog iets heel speciaals, wat eigenlijk hier in gans Europa nog niet besteedt. We gaan een lichtjesparade doen. En dat kennen we uiteraard hier in Steen, kennen we de Laamkjes optocht. Dat is toch een beetje wel een variant op. De lichtjesparade is allemaal oldtimers die in de Schemering, want voor de oldtimers natuurlijk wel onderkennen zijn. Ja. Met een hele hoop Laamkjes erover, gewoon die in een stoet, gewoon die door de straten van Steen trekken. Ja.